Ja, even herstel, vrienden. Even een behoorlijke correctie op wat ik gisteren heb gezegd. Ja, over de Linda. Weet je wel, dat ik zei, oh, dat is zo zielig was voor de Linda. En dat ik arme Linda had gezegd. Nou, vrienden, weet je wel, met die bandleider. Ja, want met het gedoe met die rel met de Voice of Holland. Oh, en wat blijkt nu? Ja, want ik zit nou te lezen, zo al die kranten, alles staat bomvol, de hele wereld lijkt op zijn kop te staan vanwege rel in Hilversum en beerputje, ook nog, beerput, ja, heel veel. Ja, je ruikt hem. Kijk, de Linda, die wist het gewoon. Want wat blijkt, vrienden, de Linda is helemaal niet de arme Linda. Nee, ben je gek? Want een paar jaar geleden, toen kwam het dus al uit van die bandleider. Dus die bandleider die had het ook al opgebiecht bij de Linda. Die was dus al naar een mevrouw met de koffertjes gegaan. En die zei, ja, ik biecht het maar op. Mijn handjes die zitten af en toe een beetje los. En ik stuur een beetje van die rare appberichtjes soms naar vrouwen. En sorry. Toen heeft Linda al gezegd, wegwees. Dus het was even uit. Het was helemaal klaar met de bandleider. En wat gebeurt er toen? Toen heeft de bandleider gezegd, nou, dan ga ik maar even in therapie, had de bandleider gezegd. Oh ja, want misschien is dit toch wel een beetje een afwijking. Ja, inderdaad. En wat gebeurt er? Hij in therapie en Linda, de Linda, heeft alles vergeven en heeft hem weer in de armen gesloten. En dat was het dan. En klaar was Linda ermee. En de Linda die altijd voorop staat bij vrouwenonderwerpen en het onrecht voor vrouwen en noem alles maar op, die horen we nu niet over deze dames die voor het leven met een litteken rondlopen. Maar dat niet alleen. Wat denken we ook nog eens een keer van het productiebedrijf? Het bedrijf gewoon die ook allemaal wisten van al dat gedoe. Van de bandleider, maar ook waarschijnlijk van allerlei andere mensen daar. Hè, wat eigenlijk bij en weet ik veel, in Bossato, die worden nu ook allemaal genoemd. En die wisten dat gewoon allemaal. Alles was bekend. En nu zeggen ze met z'n allen, oh, we zijn geschrokken. Oh, wat zijn we geschrokken. Oh, we zijn zo verrast. Oh, maar ja, nou zeg, wat er gebeurt hier allemaal. Ze wisten het allemaal. Ze weten het gewoon. En ze hebben dat allemaal. En dat is dan weer Talpa. En dat, ook dat vervelende RTL. Die hebben dat allemaal weer onder dat Hilversumse tapijt geveegd. En daarmee is dan alles klaar. Misselijkmakend, vrienden. Dat is de macht die hier regeert. De macht van de TV. Wij hebben de macht. Wij kunnen alles doen. Wij kunnen alles maken. Wij maken alles uit. Ja, dat is dan Talpa. Gadverdamme. En er is maar één antwoord wat we hierop kunnen hebben met z'n allen. En dat is gewoon jullie en ik en wij de kijkers. We kijken gewoon niet meer.